Kwam je hier om te demonstreren vanavond? Ja, dat kwam ik, hè. Ja. En wat vind je van de sfeer nu? Ja, ik vind het wel leuk, hè. Een sfeertje. En die oud-betalen, snap ik niet. Maar wat vind je van het KNVB-besluit dan om de rest van de twee te doen? Ik vind dat heel erg slecht. Want het is altijd één wedstrijd geweest. Dus ik vind dat één finale moet zijn. Ja, het slaat helemaal nergens op. En denk je dat dit nog wat uithaalt? Ik denk het niet, maar het is altijd te proberen. Wat vind je ervan dat er ME is? Ja, ik weet niet, Ik loop altijd uit de hand hier. Maar waar het om gaat is, kijk, ik persoonlijk, bijvoorbeeld wij twee, die hebben 10 uur voor een kaartje lopen liggen. En het enige wat we nu terugkrijgen is dat we ons geld eigenlijk. En waar het om gaat is dat we krijgen geen uitkaartje ervoor terug, we krijgen geen thuiskaartje ervoor terug. Het is zoek het maar uit 14 dagen voor een duel. Dat doe je niet. Als je dat voor de kaartverkoop had gedaan, weet je, goed, dat is een ander verhaal. Discussie dan. Maar ja. Dit is geen manier van doen. En kijk, dat bepaalde gasten zich niet in kunnen houden, goed, ja. Daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Waarom vond je dit een slecht besluit? Nou, er zijn afspraken gemaakt en men houdt zich daar niet aan. En er wordt te vaak naar de KNVB geluisterd. En in dit geval naar mijn mening, en ik denk dat de meesten die mening delen, naar Ajax, naar het bestuur van Ajax. En er wordt niet geluisterd naar het bestuur van Feyenoord. En daarom kwamen we hier demonstreren. Maar ja, de politie maakt het allemaal een beetje grimmig. En je ziet wat de sfeer is nu. En er zijn al een paar charges uitgevoerd. En kijk eens, dat is dus wat ik bedoel. Ja, er zijn al verschillende charges ook uitgevoerd. En er zijn nog genoeg stenen heen en weer gegooid. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dit zijn gewoon trouwe supporters. En dit komt door de politie. Want niemand was iets van plan om te gaan doen. Het was een demonstratie. Een aantal wouden met Gudde praten. Of met het bestuur van Feyenoord, andere leden van het bestuur. Nou, niemand kwam opdagen. Het was een gezellig feestje, er werd een bal een paar keer omhoog gegooid. Politie kwam, gewoon normale agenten. Hartstikke gezellig ook. Toen kwamen de ME, die begonnen de boel af te sluiten, overal. En je mocht nergens naartoe. Er wouden een aantal gewoon weggaan, die vonden het niet meer leuk. Die wouden de tram pakken, dat mocht ook niet. Iedereen werd gewoon hier, het werd hier allemaal dichtgegooid en je moest daar blijven. Men wil op een gegeven moment naar huis en dan krijg je dit. Dat is eigenlijk altijd zo.